En elke maandag werpen we een blik op de regio. En dat doen we aan de hand van reportages die gemaakt zijn door de 7 regionale omroepen in het Duitse grensgebied en het Belgische grensgebied. En vandaag gaan we naar Belgisch Limburg om precies te zijn naar Hasselt, naar het Modemuseum. Want tot en met januari is er een speciale tentoonstelling te zijn die helemaal draait om de Italiaanse snit. Het Modemuseum van Hasselt brengt een tentoonstelling over Italiaanse mode. Moda made in Italy. Aan de hand van 11 thema's worden bezoekers door de bijzondere en complexe geschiedenis van de Italiaanse mode gegidst. Ik denk dat we hier ook wel een heel origineel verhaal brengen, want veel mensen hebben een bepaald beeld van de Italiaanse mode, zo strak in maatpak en de Versace en Armani mode. Maar er is eigenlijk heel veel meer van wat daar nog voorkomt. Dus ik denk dat we wel een heel origineel verzameling stukken hier hebben samengebracht. Een van de thema's is l'altra moda, of de andere mode. Er is een bepaalde lijn te traceren in de Italiaanse modegeschiedenis, maar er zijn toch een aantal ontwerpers en modehuizen die zo'n beetje buiten de traditie werken en hun eigen ding doen. En Franco Moschino is daar een voorbeeld van. Hij is een beetje de Jean-Paul Gaultier, maar dan van Italiaanse mode. En hij herwerkt kledingstukken, traditionele kledingstukken, zoals bijvoorbeeld een tailleur. En hij maakt daar iets humoristisch van. Hij drijft er eigenlijk een beetje de spot mee, zoals bijvoorbeeld dit stuk hier, waar hij dan letterlijk de tailleur op borduurt, om er zo'n beetje de spot mee te drijven. De tentoonstelling heeft ook aandacht voor hedendaagse mode, dus ook jonge modeontwerpers. Zoals bijvoorbeeld deze twee stukken zijn van Andrea Camarozano. En dat is een jonge ontwerper die afgestudeerd is aan de Academie van Antwerpen. Hij werkt ook op een meer experimentele manier, zoals je wel kunt zien, meer op een sculpturale manier met mode. En vandaar dat we ook gekozen hebben van hem hier ook een plaats te geven in de tentoonstelling. Dit is een van mijn favoriete stukken uit de tentoonstelling. Het is een avondjurk van Irene Galitzine. En die is afkomstig uit een privéarchief in Rome. Die hebben we in bruikleen gekregen van hen. En het is een bedrukte jurk met bloemen. Ja, dat is toch wel een van mijn favoriete stukken. En in de jaren 50 zou ik dat zeker wel hebben willen dragen. De link tussen Hasselt en Italië is overduidelijk. In Limburg wonen natuurlijk nog veel Italianen. En ook de Italiaanse mode heeft zoiets van la bella figura, de mooie stijl, goed voorkomen. En dat is denk ik ook wel iets wat heel typisch is. Wat je hier ook wel ziet in Hasselt. Mensen zijn altijd mooi opgekleed als ze buiten komen. Dus in die zin is er zeker wel een link. De expo Moda Made in Italy loopt nog tot 9 februari 2014.